Ja, mijn interesse voor architectuur ontstond in Japan. Ik kwam in het Katsura-paleis terecht. En dat vond ik zo overweldigend mooi, dat ik daar ter plekke besloot om architect te worden. Het meest belangrijke heb ik altijd gevonden hoe de mensen die brug in zich op hebben genomen. Ik zeg altijd wel van, ook tegen opdrachtgevers, als ze wijzen naar de brug, zeggen ze, kun je nog zo'n icoon ontwerpen? En dan zeg ik altijd van, ja, een icoon kan je niet ontwerpen. Een icoon groeit door de tijd heen. En dat geluk mag je hebben als ontwerper of niet. Nou, dat was een mooi verhaal van een schipper die een hele grote tatoeage op zijn rug had geplaatst. Omdat hij elke keer als hij van zee vandaan kwam, dat hij dan het gevoel had dat hij thuis kwam. Het verbindt niet alleen twee stadsdelen, maar het verbindt vooral mensen. In het begin van de computertechnologie hadden we 3D-modellen. En als je dan een wijziging in het model had, dan moest je er 3 weken over doen om die wijziging door het hele model te corrigeren. Maar nu vandaag de dag kun je het bijvoorbeeld in 3 of 4 minuten doen. Ik vind het heel erg interessant om op een klein apparaat zoveel te kunnen doen. Het geeft gelukkig weer wat meer nieuwe mogelijkheden voor de manier waarop je snel en efficiënt hiermee kan gaan ontwerpen.